Zal je dadelijk uitscheuren? Nee, ik ga het niet doen. En je zei gelijk? Nee! Ja! Kappen mij! I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe challenge. De grote pindakaas challenge. We hebben hier 4 mooie pindakazen. En René, die zegt altijd, als ik naar de winkel ga en ik ga pindakaas halen, zegt ze... Als jij thuis komt met een andere pindakaas dan café, dan kom je er niet meer in. Dus ik kom altijd heel braaf thuis met café. Maar van de week gingen we boodschappen doen en toen dacht ik, weet je wat, ik wil het wel eens testen. Dus, we hebben een, hoe heet zo'n ding ook alweer? Een slaap, weet ik veel. Een maskertje, slaapmasker. Een slaapmasker. Zo. Hallo. Quarantaine. Man. Nou, dat schijnt ook wel een van de symptomen te zijn, hè? Vergeetachtigheid en zo. Maar we gaan het helemaal niet hebben over corona, covid, quarantaine, ziektes en symptomen. Want daar hebben we het al genoeg over gehoord en gezien. Deze ga jij zo meteen opzetten. Ja. En dan krijg je van mij... Krijg een lekker broodje pindakaas. Ja. En dan krijg je van mij een lekker gesmeerd broodje pindakaas. Ik ga de volgorde uiteraard wel eentje aanpassen. Want anders wordt het wel heel erg makkelijk. En dan mag jij raden welke de echt... Nou, je mag 1 natuurlijk raden welke pindakaas het überhaupt was. Dat vind ik wel leuk om te weten. En ik ben natuurlijk benieuwd of dat jij de echte café pindakaas eruit gaat halen. En als we dat dan gedaan hebben, dan wil ik het ook wel eens proberen. Ja, want wij hebben de kinopindakaas. Kinopindakaas. Hij is al wel aangebroken, want ik heb een saté-saus van gemaakt. Oké, sorry dat ik ook eventjes wat extra wilde vertellen. Ga verder. Als ik wat wil vertellen, dan ga jij eromheen praten. Jij wil altijd veel te snel verder gaan, terwijl het helemaal niet. Onze kijkers wil informeren met wat achterliggende... We hebben de 100% biokaas, uiteraard lekkere café. En we hebben het huismerk Gewoon pindakaas. Gewoon van de Hoogvliet, inderdaad. Ja, nou, deze heb ik nog nooit geproefd. En deze eigenlijk ook niet. Nee, en die was ook wel lekker. Nou, ben benieuwd. Ik zou zeggen, zet je maskertje op en laten we beginnen. Doe mijn ogen nog wel dicht voor een zekerheid. Ik ben eens muziek aan het spelen. Want ik kan nou een heel leuk deuntje. Om te beginnen, ik ga eventjes schuiven met de potten. Ik heb 1 mes en ik heb 1 stukje brood. Daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ja. Oh, wat is het toch fijn. Wil je hem lekker dik? Maakt niet uit. Zullen we maar doen, hè, want dan proef je hem tenminste lekker. Hier komt broodje nummer 1. Smeuïg. Mm-hmm. Ik hoor smeuïg. Het is geen café, denk ik. Nee. Nee? Waarom denk je dat? Iets minder smaak. Minder smaak? Ja, iets minder smaak. Ik denk, misschien is dat wel die kino. Oké. Ja, wie weet. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Mm-hmm. Dan gaan we het volgende broodje. Semeren. Oh, echt. Het ziet er ook al gewoon helemaal lekker uit. Echt, ik hou van deze pindakaas gewoon. Moment, want ik ben echt aan het knoeien als een malle. Maar ja, je weet hoe ik ben, hè, schat? Ja. Ja. En hier is broodje nummer 2. Oh, hallo. Ja. Kom maar, ik zal je helpen. Wil je meer? Mmm, oké. Nog eens een beetje. Oh no. Pindakaas op tafel. Zet hem even on hold. Zet jij hem maar even lekker on hold, poepie. Ja. Dan heb ik hier pindakaas nummertje 3. Ben je er klaar voor? Ja. Nou, dit is echt aan de vloeibaar. Dit is op zeker de bio. Denk ik. Dit is hem 100% niet. En bij bio... Stel ik me zo voor, veel olie. Nee, dat is echt totaal niks van waar. Deze heb je wel gehad. Okay. Ja. Dan komt hier nu pindakaas nummer 4. Nou,
Ja. Het smaakt gelijk. Je hoort gewoon al dat je pindakaas aan het eten bent. Ja. Ik plak dan. Ja. Lekker blijven plakken, jongens. Oké. Ik denk... Pindakaas nummer 1 was... Die kino. Nummer 2, kalfee. Nummer 3. 3, die bio. En 4 van Hoogvliet. Nou ja, ik zou zeggen, zet je blinddoek maar af en kijk naar het resultaat. Oh, die andersom. Ja. En bij de kalfee? Ja, dat was niet te missen, hè? Die lijken wel een beetje op elkaar. Ja, ook qua smeren inderdaad, vond ik, ja. Maar ik vond ze allebei wel smaak hebben, moet ik eerlijk zeggen. Want ik zei al in het begin, ik vond die wel, ja, is wel oké. Okay. Wat zou ik zeggen? Oh ja, deze heeft toch ook best wel smaak. Nou, netjes hoor, netjes. Ja, dit was duidelijk. Ja, ook met het smeren en zo. Wat je ook zei, die olie, hij is een stuk olierig. Ja. Olierigger. En ja, dat klopt ook inderdaad. Daarom moest ik ook eventjes goed... Roeren. Roeren? Doe dit masker maar op. Wat zit er achter deur nummer 1? Spannend, hè? Ja. Echt spannend. Ja. We beginnen ook een beetje van te zweten, moet ik zeggen. Ja, een beetje. Ja, rook je dat ook al? Nou, daar komt hij dan, hè? Ben je daar klaar voor? Oh ja, in de elleboog hoesten, jongens. In de elleboog hoesten. Wat doe je? Krijg ik ook nog brood voor zitten? Ik vind mezelf ook zo jostie af en toe als ik mezelf terugkijk. Ja, dit is op zeker die bio. Jezus, dat is droog. Droge meuk? Godverdomme. Maar bio is niet droog. Nou, dit aardig. Kan ik al fluiten. Oké, next one. Au. Oh? Ik denk... Stik voorzichtig. Ja, man. Ik zie een droog beschuit, is er niks bij. Maar ik denk dat dit van de Hoogvliet is. Ik heb dorst. Ja, bij jou past gewoon een heel broodje in je mel. Au! Jezus, dat dik gesmeerd. Hallo. Dit is die eekhoorn. Kino. Oké. Gelijk heel mijn bek uitgescheurd, hè? Gelijk heel mijn bek uitgescheurd door jou. Ah, mag ik niet bijten? Zal je dadelijk uitscheuren? Nee, ik ga het niet doen. Kom op, door! Ja, dat zeg jij zo meteen ook. Scheuren en door. Klik deze video's, niet gemaakt voor kinderen. Zo. Niet te veel, hè? Nee. Lekker makkelijk zo met die kale kop. Niet om mijn kale kop! Poppen! Ik voel het gewoon druipen. Nee, helemaal niet. Hij blijft me plakken. Dit is dezelfde. I'm not taking you in the mailing. You're taking me in the mailing. Je smaakpupil is een beetje af. Nou, dan is dit de kalfee, maar ja, daar hou ik bij. Maar ik dacht, want die kalfee was eigenlijk de grove van de drie en die heb ik gemist. De grove structuur, zeg maar. Ja. Maar als ik dan moet kiezen, is dit toch de kalfee. En dus je zei als eerste bio, ja. Hoogvliet, ja. Kino en ja. Kalfee. Ik twijfel nu. Nou, je mag niet meer terug. Nee. Nou, maar ik wil zo graag naar Den Dolder. Au. Ik twijfel er wel inderdaad. Ja. Maar het is grappig, want jij zegt hetzelfde als ik. Die twee lijken op elkaar. Ja, want ik zei dat is dezelfde. Ja. Ik zit gewoon nog steeds met een stuk pindakaas op mijn voorhoofd. En wat ik wel stiekem had gedaan, juist omdat deze grof was, had ik overal een beetje laagje kalfee erin gedaan voor het structuur. Want ik dacht, ja, inderdaad. Dat proefde ik nu natuurlijk. Je hebt overal kalfee bij gedaan. Een heel klein beetje.
Ja, maar dat is hartstikke vals spelen. Nee. Zo kan ik toch nooit onderscheid maken? Zelfs bij die. En je zei gelijk. Nee. Ja. Kappen mee. Ik doe even zo. Nee, niet teruggaan. Nee. Niet teruggaan. Nee. Je bent echt... Je bent... Waarom mag ik een poepie? Nou, omdat er micro... Nee, je kunt heel die pot weggooien morgen. Kom maar even. Je hebt poepen bijvoorbeeld. Nee, kap er nou eens mee. Er zit morgen heel alles onder de schimmel. Nou, al met al... Ik kan het goed en jij niet. Mag jij met recht zeggen, ik wil alleen pindakaas, want dat vind ik de lekkerste. En ik was niet zo verfijnd in de smaak vandaag. Nee. Nee. Wat dus mij weer het recht geeft om te kopen wat ik wil, want het heeft toch geen enkele verschil. Nee. Geen ene moer. Maakt het uit. Maar duidelijk is wel... Dat wou jij zeggen. Die moeten we gewoon weglaten. Ja, hè? Ja. Die is gewoon die bio, ja, uit dat, beeld gewoon. Deze twee zijn ook wel goed. Die gaan we netjes recyclen. Ik kan er wel ct-saus van maken misschien. Dat dan weer wel. Daar is die wel voelbaar genoeg voor. Ja, zeker. Hij is niet, nee, ik vind hem inderdaad niet lekker. Die olie is heel overheersend, hè? Ja. Heel, Je doet zo en het je ziet het er gewoon bovenop liggen. Ja. Nee. Nou, nee. In ieder geval... Nou, in ieder geval... Hou je ook van pindakaas? Laat het even weten. Welke vind jij het lekkerste? En vond je dit een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Op belletje te drukken. En dan zien we je heel graag bij de volgende vlog of challenge. Ciao. En jij ging zo snel door, maar ik was er nog niet klaar voor. Nee, verrassend. Ik ging echt in één keer zo, pat, boom, afscheid nemen, klaar mee. Hallo, ciao. Ga nou eens heel gauw weg met je mes. Nee, even wachten. Wat zei je nog? Wacht nou! Wat zei je nou nog? Welke vind jij nou het lekkerste? Welke vond jij nou het lekkerste? Nee, dat zei je niet tegen mij. Dat zei je tegen de kijker. Welke zei je het lekkerst vonden? Ja, tegen de kijkers. Ja. Dan kan ik toch erin knippen? Maar hoezo? Omdat ik nog iets wilde zeggen. Oh, laat even weten of jij ook van pindakaas houdt en welke jij het lekkerste vindt. Ja. En heb jij nou nog een goed idee wat wij moeten testen, proeven, smaken, bereiden, gebruiken, reviewen, weet ik veel. Leuke voorwerp of iets om te eten, snoepen, proeven. Laat het ons dan weten in de comments. Misschien maken we er de volgende keer wel een leuke video van. En voor nu zeggen wij een heel fijne avond. Ja. Slaap lekker alvast. Tot morgen. Fijn weekend. Fijn paas, pinksteren, hemelvaart, alles wat eraan zit te komen. En we zien je de volgende keer. Duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Even abonneren en een belletje aanzetten. En dan zien we jullie tot de volgende keer. En...